is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en Christus Jezus de Heere door den Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen het vierde van 21. Hij heeft, o God van u begeerd, het onvergankelijk leven. Vierde van 21. Psalm 21, vooraf belijdenis des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Een psalm van David voor de opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn harte wens gegeven en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven, lengte van dagen eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid, gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op de Heere en door de goede tierenheid des Allerhoogste zal hij niet wankelen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven ten tijden uw stoornige aangezicht.
De Heere zal hen in zijn toren verslinden en het vuur zal hen verteren. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen en hun zaad van de kinderen der mensen. Want ze hebben kwaad tegen u aangelegd, zij hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niet vermogen. Want gij zult hen zetten tot een wit, met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Verhoog u, Heere, in uw sterkte, zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Al genoegzaam eeuwig wezen in de hemel, het behaagt u ons nog samen te brengen in de middaguren van deze uw dag rond de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. En u weten wij niet te bidden gelijk het behoort. Breng ons nog eens op dat schooltje van het gebed door uw lieve geest in hem, die lieve voorbidder die aan uw rechterhand leeft, o Vader, om altijd voor uw kerk te bidden. Ach, dat de schoenen van de voeten moesten van de plaats waar we hier zijn. Heilige grond, niet omdat wij heilig zijn, maar onheilig, goddeloos, ondeugend, dwaze zelfbedoelers op de preekstoelen en in de kerkbanken, niet anders dan eerovers God, mochten we deze belijdenis beleven en deze uitdrukking een indruk worden, dan zal het wezen met de vader aller gelovigen, Abraham, om te onderwinden als stof en as, tot uw hoogheid te naderen die laag ziet. O lieve heilige geest, die al zo het uit u aanbiddelijke koning gelijk is voorgelezen uit uw woord, het zal nemen en ons verkondigen. Laat ons dan niet meer zijn dan slijk aan uw vingeren, met al uw knecht en behulpsels in de wereld die zich opmaken om zo bezig te zijn om die ramshoren te blazen en die bazuin aan de mond te nemen, opdat ze een zeker geluid, Jacob zijn zonde, Israël zijn overtredingen bekend makende, ja de rechtvaardige dat het wel gaat, wee den goddeloze dat het hem kwalijk gaat. Bekeert u, o Heer, u weet het, dat wij en die kinderen ons en de thuishoorders niet willen en kunnen bekeren dat het tot schuld wordt. Dan is de vraag, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn om nooit bekeerd te kunnen worden. Maar als een onbekeerde te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van de middelaar, op grond van recht vrijgesproken van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven, aanbiddelijke lieve vorst, rijd voorspoedig vanmiddag in Middelburg op het woord uw waarheid in goddelijke zachtmoedigheid. Wel nog onder die kindertjes, de jongens en de meisjes, de volwassenen en de grijsheid, pijlen schieten in eenvoudigheid in het hart van des konings vijand op het slagveld van die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Laat die bekommerde kerk nog eens bevestigd. En laat de bevestigde nog eens bekommerd worden. Rijk u nog een weinigje voeden toe. Heren, er zit er misschien nog een als zo'n Canaanese vrouw, die een kruimeltje onder de tafel kreeg, als de honden. Misschien zit er nog zo'n groot beest als Azaf in de kerk, die niet waard is dat u hem aanspreekt of toespreekt. Maar daar gaat u betuigen tot de zulke ziet, hier ben ik.
springend op de bergen, op de heuvelen. En met uw komst brengt u voor zo'n leeg vat alles mee om ze te vervullen met de kennis en de reuken van Christus. En naar uw vaderlijke goedheid te betonen er vanaf te weten. En dan kastijdt u een iegelijk zoon die je lief hebt. En als we zonder kastijding zijn, zijn we bastijden. Hier gedenk uw kerk, alle die haar dienen, ook onder de heidenen. Wees u genadig aan alle zieken, bezwaarden, gebrekkige, kreupelen, verminkten, aangevochtenen, afvalligen en verkeerden. We leggen ze aan de voetbank uw voeten met de overheid, ja met kerk, school en staat. Met alle die er in dienst zijn, o lieve goedheid, geef ook morgen als die schooldeuren opengaan voor die leerkrachten bij lager en voortgezet onderwijs, nog een geopende deur in geest en waarheid om die kindertjes voor te gaan, ook op de lagere en hogere scholen, overeenkomstig de religie, vanwege het merg van uw getuigenis, opdat dat alle vakken doordringen en ze voor dwaasheid werden bewaard, opdat u ze wijs maakt ter zaligheid. O lieve Heere, wil vanuit de hemel aanschouwen de moeite en het verdriet van uw volk, opdat ze het in uw hand geven, ook alle die verpleegd worden en die verplegen en die artsenij betrachten mochten uit de kruidentuin, verwaardigd van uw entwegen te kennen, die grote heelmeester, die wonderen doet aan hopeloze gevallen. Zo leggen we de noden neer, die veel zijnde, onzerzijds misschien veel vergeten, aan de rommelingen van uw ingewand, met de bede of u het vervullen, en de eenzame weduwe weet u naar wees ongehuwde, en alle die in smarten zijn over het verscheiden van die hun zo lief waren, wil u dat dan maar betonen, de roepstemmen te heiligen, de omstandigheden doen meewerken ten goede, en dan winnen de kreupelen de prijs. Maar dat is aan het eind van de loopbaan, en daar ontvangen ze de kroon, die ze gaan neerleggen aan de voeten van het lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, aanschouw het verbond, en wees ons arm handje vol dwaze mensen nog genadig, naar het welbehagen in Christus tot uw eer, ons en der kinderen welzijn, ook voor de thuisluisteraars ten goede. Amen. De derde collecte, pastorie fonds, van harte bevolen. De Heere zegene u en uw gaven onder het zingen van Psalm 3. Daarvan nader met trouwe God gij zijt, en ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust. 2 en 3 van de Psalm 3.
gemeente wil een ogenblik vertoeven in hetgeen u is voorgelezen uit Psalm 21, daarna van de verzen 2 tot en met 5. Ze zijn u reeds voorgelezen. Wij vinden hier over leven de koning. Dan gaan we eerst eens kijken naar des konings heil. In de tweede plaats naar des konings wens. En in de derde plaats naar des konings volk. Vanmorgen hadden we het over die man. En nu hebben we het dus over de koning. Nou is Jericho ondertussen ingenomen. Dat hoop ik tenminste maar. Want vanmorgen zaten we nog voor de stadsmuren. En nou hoop ik maar dat de Heere geeft dat er nog volk onder is die ondertussen in de middaguren hebben mogen ervaren dat die man niet rustte totdat de ganse zaak volleindigd is. Nou is dat misschien wel een beetje gauw tussen 11 uur en nu is het 2:20. Maar het zou kunnen, ik weet het niet, de Heere weet het. Die man zal niet rusten totdat de ganse zaak volleindigd is. Hier beluisteren we hem in de persoon als de koning. En dan is het weer, misschien een beetje pijnlijk, maar ik kan niet anders, gemeente van Middelburg, broeders. Dan moeten wij vanmiddag ook alweer koning af. Anders is er voor die koning geen plaats, dus het zal weer niet meevallen. Het zal wel weer worden, wat is de reden hard, maar alsjeblieft, verdraag me. Niet in de zin van medelijden, maar Gods woord is eenmaal naar de mening van de geest en naar het hart van Jeruzalem ingesteld, dat het geen vlees en bloed spaart. En als het goed is, dan zijn we ook geen dienaren van mensen en dan hebben we ook geen leer meegebracht uit Heusden in verband met na de mens, maar ik hoop in Middelburg voor de mens. Dat zou dan nog groot zijn, ook voor die kindertjes. Het gaat hier dus in de eerste plaats over David. Wij weten allemaal zijn levensloop. Maar er was wat bij wat ik wel eens jaloers op ben. Ik wou het vanmiddag ook weten. Hij was de man naar Gods hart. Dat is ook wat. De man naar Gods hart, volk. Mag ik al weten, voorrechten. Ja, dan is het ook zo dat de Heere kastijdt. Een iegelijk zoon die die lief heeft, anders ben je een bastaard. Dus wat dat betreft vindt u dat David. En wat is er allemaal gebeurd? Ja, een bloedbad. Er is me nogal wat oorlog gevoerd. Wat strijds gestreden wou het einde vrede zijn. Een bloedbad. Maar daar ga je toch geen dankdag voor houden, hoop ik. Ja, dat volk wil dankdag houden. Waarom? Ja, in het licht. Staat hier van de overwinningen die de koning behaald heeft. En waren ze daar dan zo verheugd vanwege de ondergang van de vijanden? Vanwege de smaders, de lasteraars? Ze verheugden zich omdat God aan ze neer zou komen. Dat is ook wat. Wij zijn altijd erop uit. Verlossing willen we wel en uit banden bevrijd. En uit allerlei gevolgen van de zonde, alsjeblieft. Je moet maar met de angst lopen dat je een kwaal hebt. Slaapt de mens toch geen nacht meer van. De beste zonen Riels en je kan nog andere capsules nemen. Maar je doet geen oog dicht, mens. Vanwege de angst over een kwaal. Terwijl ik er maar geen erg in heb, kinderen, ouderen, hoorders, thuisluisteraars, ook met je zwakke lichaam. We hebben er maar geen erg in dat we een dodelijke kwaal hebben. Dat is de zonde. Maar we zijn meest bezorgd over de kanker. Hartinfarct, vaatvernauwing. En dan dat slagveld in het verkeer. Met angst de deur uit. Daar zitten we vol van. Maar dat ik nou een kwaal omdraag. Meegebracht, aangeboren uit paradijs. Daar heb ik geen ogen voor. Daar heb ik ook tenminste last niet van. Daar heb ik ook de geneesmeester niet voor nodig. Tenzij dat je doorgelicht wordt. Dan kom je die kwaal aan de wee door God en Heilige Geest. En die dan ziek zijn, hebben de medicijnmeester nodig, begrijp u? Dat is een wonder. Zitten hier nog zieke mensen? Die banger zijn van de zonde kwaal dan van de gevolgen.
Zijn die hier vanmiddag? Die hebben de medicijnmeester nodig. Die gaan over de wereld in onrust. Die zijn doorgelicht. En die zijn aan de weet gekomen door Gods vrije genade. Ik heb een kwaal. Dat is de zonde. Ongeneeslijk aan mijn kant. Ben u dat ook al aan de weet gekomen dan? Dan ben je al een stapje verder. Want anders ga je natuurlijk zeggen, Heer, heb geduld. Ik zal mijn eigen kwaaltjes wel genezen. En dan hebben we zoveel hulpmiddelen en kruidentuintjes. En zoveel homeopathie in de geestelijke zin des woords. Dat we op allerlei manieren proberen die kwaal te genezen. Want je wilt toch gezond voor God komen, hè? Maar dat hoeft niet, hoor. Je moet er komen zoals je bent met je kwaal. Ja, ziel, je kan blijven tobben met al je huis- en hulpmiddeltjes. Maar ik hoop dat de middelaar ontdekt werd. En die verlangt dat je komt zoals... Nee, daar hoef je nog ineens te komen. Wat zegt u me nou? Nee, want u begrijpt, in de natuur is het zo. Als er een patiënt is die nog lopen kan, die gaat naar spreekuren. Maar als er een is die de dokter moet gebeld worden, dan is het mis. Ja, zo is nou ook geestelijk. Zolang je nog naar spreekuur kan, dan gaat het nog wel. Maar zolang al de zielen zijn hier misschien die niet meer naar spreekuur kunnen. En dan moeten ze zelf bellen, nee, een ander moet bellen. Dan moet een ander bellen met alle eerbied, versta je me nog? Daar is het een afgesneden zaak, de kwaal is dodelijk, het is een opgegeven patiënt. Hebben we hier ook nog in de kerk vanmiddag? Een opgegeven patiënt. En daar moet een ander bericht van doen naar de arts. En dan is het naar de Psalm 103 die de krankheden kent. En liefderijk geneest. Die van verderf je leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen die in de nood je redder is. Dat is lief, hè. Dat is die geestelijkheid waarvan hier geschreven staat, er is een heelmeester. En een heelmeester met balsem in de zielenwonden. Ik ga er niet op verder. We hebben het hier dus over de strijd gehad, over een bloedbad. En nou willen ze de Heere loven, want het is een dankpsalm. Vanwege de overwinningen die behaald zijn. En in wie eindigen ze nou? In David. En overgebracht als type van de middelaar, de koning waar het vanmiddag over gaat, eindigen ze daarin? Nee. Dan zou je raar staan kijken, zeg. Waar eindigen ze dan in? Als je toch een weldaad geschied is, dan eindig je toch in degene die hem betoonde. Je gaat toch eindigen in degene die hem bewees. Ach, dan moet je eens goed luisteren. Als ze hier staat, o Heere, de koning is verblijd over uw sterkte. Dat woordje o, dat is geen begin of eind aan. En dat is het, hè. Als de Heere de ziel verlost, is een bevrijding schijnt, schuldvergevende liefde doet maken en de zonde verzoent. En ze mogen eens in die vrijheid der heerlijkheid der kinderen God staan een ogenblik. Want het is zo genoten en zo weer dichtgesloten. Maar je mag het me toch een keer beleven, zeg. Kostelijk, hè. Nou, dan wil je eindigen waar het vandaan komt. Dat begrijp u toch zeker, hoop ik. En dan is het o zonder begin of eind, kindertje. Als jullie een o morgen ga je weer naar school. Ik denk aan die eerste klassetjes. Die komen morgen ook weer. En de anderen hebben al wat jaartjes erop zitten. De deur ook van voortgezet onderwijs gaan weer open. God zij genadig aan leerkrachten en leerlingen ook in Zeeland. En vergunnen alzo ook de leer te doen zijn. Doordrenkt dus ook alle vakken van de leer. Dan mocht de Heere zijn zegen erover gebieden. Maar als zo'n kind nou een o, ja, dat is zonder begin of eind, dat is rond, hè. Nou heb ik hier een mens, zeg, kindertjes, ouderen, die weet er eigenlijk geen begin of eind van te vinden. En dat is er ook niet te vinden. Want het begin ligt in de stille eeuwigheid. En het einde ligt ook weer in de eeuwigheid. Dus kindertjes, dat is nou een tijd zonder tijd. Dat is eeuwig. Dus nou gaan ze hier vanuit de eeuwige God zij uw woning. Een ogenblikje na de overwinningen. De strijd is een ogenblik het land rusten zegt. Gaan ze uitroepen. Oh! Dat wil zeggen verwondering des geloofs. Kent u het ook? Hoe lang is het geleden? Ja, maar welke weldaad bedoel u, prediker? Ach, lieve mens, kon vanmorgen wezen dat je daglicht nog maar zien. Dat moet je aan een bekommerd mens vragen die gebukt gaat onder zijn schuld. En die de aarde niet meer zou moeten dragen en de hemel niet meer dekken. Dan moet je zo'n bekommerd mens eens vragen. Vind je het nog een wonder dat je wakker wordt? Dan hebben ze vroeger wel geschreeuwd. Die zit hier in de kerk.
En nou moeten ze zeggen, ouder geworden, kouder. Nou is het heel gewoon als morgens de gordijntjes opengaan en de zonnestraaltjes die schijnen weer door de ramen. En vroeger lagen ze schreeuwen van verwondering. Leef ik nog? Is de aarde nog niet geopend zoals bij Korach, Datan en Abiram? Ben ik nog niet levend ter helle gevaren? Zo gij in het gericht zou treden. En gade slaan kindertjes door ongerechtigheden. Wie kan dan vanmiddag ook bestaan? Is het dan geen wonder van de hemel dat mijn pols nog slaapt, dat mijn vleugeltjes nog ademhalen? U vindt het geen wonder, hè? Nee, we hebben toch recht op een goed bestaan? We hebben toch recht op het leven? We hebben toch recht op voor de wind? We hebben toch recht op een paradijs? Weet je waar we recht op hebben? Voor eeuwig onder God, eeuwig ongenoegen te verdrinken en te verzinken. En dat voor eeuwig. Nou is het nog Gods goedertierenheid. Wat roem tegen een welverdiend oordeel. Zijn er nou nog belevers van? Of is het allemaal toestemmen of misschien nee schudden, mannen bij aard? Pas op hoor. De reden hard. Scherp. Maar liefelijk hoor. Voor al degenen die het leven in eigen hand niet kunnen houden. Die vallen er bovenop. En die zeggen aan het eind van de dienst, de helft heeft me niet aangezegd. Verstaat u? O, dat was die verwondering des geloofs. En wat gaan ze dan zeggen? Heer, staat dat weer met grote letters als vanmorgen. Heb u er erg in? Dat met kapitale letters de verbonds Jehovah. El Shaddai, de waarachtige, de eeuwige, kostelijke. Gaan ze daar eindigen? Ja, ze eindigen bij waar geen begin is. En ze weten geen begin en daarom gaan ze uitroepen. O, Heer, hij heeft ook in waarheid wel eens uitgeroepen. In welk het zij een tijdelijk of een geestelijke uitredding. Het zij een tijdelijk of een geestelijk onderricht. Op dat leerschooltje van de Heilige Geest. Ai, o Heer, de Heer gaf in hun hart. Om dat uit te roepen door het geloof. En dan zeggen ze de koning, even in verband nemen van David, zo gaan we het overbrengen, volg maar op de voet. Koning, welke koning, is verblijd over uw sterkte. Met andere woorden, de overwinningen die zijn behaald, die zijn van u. Wij eindigen er niet mee in David. Wij zijn wel blij met David, maar we eindigen in, o Heer. We eindigen ermee in God. Wij willen zingen in God verblijd, aan hem gewijd, van Heere wegen. O Heere, de koning is verblijd, met de blijde, maar dan staat erbij over uw sterkte. Dat wil dus zeggen dat u hem de wijsheid, de kracht gaf, om die overwinningen te behalen, de vijanden te verslaan, en de vrede te verwerven. Breng dat nou eens over op de koning der koningen. Op het type van, maar David een type van wat? O Heere, koning Jezus is verblijd. O Vader, over uw sterkte. U hebt hem bekrachtigd. U hebt hem verleend wat er toen nodig was. Om de overwinning te behalen. Om de pers alleen te treden. Om de strijd te winnen. Dat is o Heere. En nou moet je hoeven staan. Ze eindigen ermee in een drie-enige God. Want naar de goddelijkheid, de eerste persoon. Ik denk aan de tweede persoon. Is een godheid en de Heilige Geest. Dat is dat Heere. En nou zie ik de koning in zijn menselijke natuur. Hoe die de pers alleen, die koning is een schoonheid. Wat zegt u? Nou, dan wil iedereen hem nog wel. Maar wat wordt het nou als hier staat? Er was aan die koning geen gedaante nog heerlijkheid. Dat we hem zouden begeerd hebben. Geen plaats voor de koning hoor. Nee, niet in een godsdienstig hart. Maar ook niet in een goddeloos hart. Geen gedaante volk van God. Ook bij u niet. Bij mij niet. Tenzij dat God zelf plaats maken. Is maar niet geloven en aannemen. Er is geen plaats. Want we hebben in het begin gezegd, we moeten eerst koning af.
En de kroon van het hoofd willen we aan de voeten van deze lieve koning komen. Dan moet ik koning af. En wij zijn allemaal heren, staat hier. Allemaal koningen. Adam in de staat der rechtheid in paradijs. Koning met zijn hand. Profeet met zijn hoofd. En priester met zijn hart. We zijn het verloren door de zondeval. En we zijn de vorstkoning der duivelen toegevallen. Wij dienen vorst der duisternis. Daar is plaats voor. Deze wil doen we gewillig. Daar zijn we onderdanen van, hoor. Allemaal gedoopt en belijdenis, maar onderdanen van de vorst der duisternis. En die dienen we gewillig. Die kan ons brengen wat hij ons hebben wil. Ook voor de tv, achter de radio, in de romans. Hij kan ons brengen wat hij hebben wil. Wij zijn onderdanen, arme medereizigers. Geliefde jeugd, kindertjes van een andere koning. En het komt wel openbaar welke koning dat we dienen. Het komt openbaar dat we slaven zijn genauwban door de vorst der duisternis. Weet u het nog niet? Dan heb je er ook geen last van. Weet iemand het wel, dan gaat hij er gebukt onder. Met de knellende banden. En dan is de verzuchting des harten. Hoe kom ik onderuit? Aangaande het juk van de vorst der duisternis. Hoe zal ik ooit nog die koning Christus dienen? Hoe kom ik ooit in de handen van die lieve koning? En dan moet het ingelegd en verstaan dat koning Jezus is een ververvende koning, maar ook een toepassende koning. Er is niet makkelijker, ik zal niet op die stoel gaan zitten, maar niet liefelijker in het leven geworden is. Dat het een koning is van verwerving. Maar ook diezelfde koning van toepassing. Die de pers alleen getreden. Waarvan getuigd werd Hosanna koning. Dat hebben we vanmorgen aangezet. Maar ook kruisgaan. Aan de welke geen gedaante nog heerlijkheid was. Terwijl die blanke rood is, draagt de banier boven tienduizenden. Welke koning is mijn liefste? Leve de koning! En de koning leven, want Jozef leeft hoor. Al twijfel jij eraan, al ga ik er 7 keer mee overboord. En al moet ik sterven aan de voeten van deze koning. De koning leeft. En leve de koning, kerk. Wat vijand tegen ons zich kan. Zijn onweerstaanbare hand. Zal ze bekleden op de binnenpraters vanmiddag. Met schand en schand. Want eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Mag u hem al kennen? Of is er aan die koning geen gedaante nog eerlijkheid, volk? Wil je zelf koning blijven? Dan moet je het verspelen hoor. Want denk erom, Satan is machtig. En het ongeloof zo sterk. En de vijandschap van je vlees en eigen ik niet weinig. Maar deze koning betuigt het. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Het is een lieve koning. Het is een aantrekkelijke koning. Het is een wijze koning, het is een ongenoegzame koning. Maar in het licht van de beleving koning af, dan krijgt hij waarde, dan wordt hij noodzakelijk, dan wordt hij onmisbaar. Dan is het, en ik kan begrijpen hoor, van die moeder hoor, het was nog niet zo slecht plaatje, dat die moeder met die 2 jongens komt en ze zegt, mag mijn zoon Johannes eerste minister wezen bij de koning. Ah, ik vind het nog niet zo slecht hoor. Het is beter als hij voor de televisie brengt of voor de radio en op de kermis. In de bioscoop, de danszalen. Het was nog niet zo slecht. En mag dan Jacobus tweede minister zijn aan uw rechterhand. En de ander aan uw linkerhand zit, de koning. Staat me niet te geven. Nee, vrouw, dat staat mij niet te geven. U weet de rest. Ik kan die moeder goed begrijpen, hè.
Maar o volk, bedenk dat Gods geestesleiding wil de ziel ervaren gaan door het geloof zijn leven verliezen om het in deze koning te behouden. En als ik dan de gangen naga, ik ga er niet te breed, we houden niet zo van langdradig, dan gaan we de koningsgangen na. De koningsgangen. Zie dan hoe deze koning in doeken gewonden lag. In een beest is toch geen aantrekkelijke koning, hè? Nee, in doeken gewonden. En als we dan zien is een opgroeien. Hoe die gezevende koning van de kerk de gangen gegaan is langs 5 trappen naar beneden. Al maar werd het minder. Al maar onaantrekkelijker. Totdat er geen gedaante nog heerlijkheid aan is. En hoe Pilatus ook schreef. Koning, wij hebben geen koning dan de keizer. Dacht je dat we zo'n koning, we hadden verwacht dat hij ons het goede zou brengen. We hebben gedacht van kracht tot kracht in die koning voor te gaan. Nu ook in je leven, ik wel. Als God je opkeert in je leven door de wedergeboorte, je mag een keuze doen door Gods genade, denk je dat van kracht tot kracht voortgaat, zo naar Kanaan. Maar zo'n koning, die tenslotte het hoofd op het blok legt, gewillig. Wat heb je aan zo'n koning? Ik moet een koning hebben in een purperen mantel. Nou, die heeft hij gedragen, maar tenslotte. Zie uw koning in een purperen mantel met een doornenkroon en een rietstaf in de hand. Maar dat was ten spot. Maar hij heeft het gewillig gedragen. Waarom? Om onze schande, man. Om onze val. Om onze goddeloosheid. Om onze hoogvaardij. Dat wij koningen willen blijven. Maar Gods genade leren koning af. Dan valt de ziel aan de voeten van deze koning. Gena, o koning, gena, regeer me door uw woord en geest. En hebben maar de hoogste plaats in mijn hart. Heeft die koning de hoogste plaats al in je hart? Hoor. Ach, o heren, de koning is verblijd over uw sterkte. Dus over de kracht die in zwakheid werd volbracht, die de heren betoonde. En dan zie ik diezelfde koning Jezus kruipen, joh, in de hof. En er komt een engel die hem versterkt, over uw sterkte. In de hemel houden ze het veld met ere. En daar hebben ze hem versterkt. Versterkt omdat hij bezwijken zou, nee. Maar bemoedigd dat hij de beker leeg drinken. En dat hij de pers alleen treden. En dat hij de overwinning behalen. Dat het volbracht zou worden gehoord door deze lieve koning. Alles wat aan hem is, het is waar, mensje, is gans begeerlijk. Zulk een is nou mijn liefste, dat is nou mijn zielenvriend, o dochter van Jeruzalem. Eeuwig wonder, zulk een koning is een getrouwe veldheer, is een opperbevelhebber, generalissimus. Mag het een keer? Is deze koning over uw sterkte. En hoezeer is hij verheugd over uw heil. Ja, verheugd over het heil. Dat wil zeggen na de David, dat weten de kinderen. Wat? Die deelde na die overwinning een bolle brood en een fles wijn uit. Nou, de koning deelt vanmiddag ook een beetje uit, hoor. Een bolle brood en een fles wijn. De koning der koningen. En wat is dat dan, prediker, zeg u misschien? Nou, dat is dat heil, dat hij nou verworven heeft. Dat wil hij kwijt met eerbied. Kan ik dat kwijt hier vanmiddag in Middelburg? Geven God het een plaats? Is er plaats voor gemaakt? Nee, mijn geliefde natuurlijke luisteraars, kindertjes, jeugd. Geen plaats voor, hoor. Als het God niet belieft plaats te maken, dan willen we liever stelen en met de werken der wet aan de kost komen, dan uitgedeeld een bolle brood en een fles wijn om niet, hè? Zonder prijs en zonder geld. Ja, maar ik ga toch niet bedelen, dat hoeft niet. Want God maakt ze bedelaars. En dan in die zin, dan gaat hij heil uitdelen.
Wat is dat voor heil dan? Is dat dan in het leven stil en gerust leventje leiden? Ach nee, dan gaat hij heil uitdelen. Dat wil zeggen door hem verworven heil. Gaat hij toepassen door het geloof, mogen ze het eigenen. En wat is dan het heil? Nou, dat is een rustige conscientie. Pas op hoor, zijn strikvragen. Mag dat op een preek? Doe jij mijn listigheid, ga ik je vangen. Zei Paulus ook al. Hé, is dat dan in ieder geval dat weten mag dat straks in de hemel komt? Mag ik dan alsjeblieft weten dat ik een kind van God ben? Is dat het heil? Ben u daarop uit? Dan zal het niet meevallen. Nee, daar begint het niet mee. Wat is nou het verworven heil? En wat wordt nou het toegepaste heil? Dat is met een drie-enig God verzoend worden. Al moest ik er nog voor eeuwig mee naar de rampzaligheid. Man, dat kan niet. Wat doe je nou, dwaze taal? Wat zeg u? Dat is een volk die zijn liever in de hel met God dan in de hemel zonder God. Verstaat u me nu nog? Wat zegt u? Heil, dat is de vereniging. Om verzadigd te worden met het goddelijke beeld. Hemelzoekers, geen gebrek in onze kerken. En die de hel nog willen ontgaan uit angst, daar hebben we niet tekort aan. Maar wie is er om de koning verlegen? En zijn heil. En wie is aan de weet gekomen dat hij dat heil zelf niet meer nemen kan? En dat de toepassing aan de koning gelegen is. Dat is uit genade heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid in de koning. Want ik sprak over leven de koning. Maar ook de koning leeft. En dan leef ik toch niet meer ik, maar de koning leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof. Des zoons van God, die me lief gehad heeft, gemeente. Kinderen, wat een bevoorrecht volk. Een verworven heil, een toegepast heil. En alle andere dingen zullen je worden toegeworpen. Haal het nog aan, hè. Eén ding is nodig. Maria heeft het goede deel. Die zat aan het konings voeten, zeg. Om onderricht. Heilsonderwijs. Op de leerschool van de Heilige Geest. Ben u er ook al op? Mag u het weten? Nee, ik vraag niet of u over de muur geklommen bent. Maar of u door de poort, de enge poort, op school gekomen bent. Geef eens antwoord. Leg je hart er eens bij. Dan kon het wel wezen dat u met mij mee gaat zuchten met die dichter. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Is het geen, ik denk niet tot u, Heer. Leid me dan vandaag nog van de duivelse school op de school van de koning. En leid me nog door uw geest met de rechtmatige leiding. En onderwijs me dan maar. Want wij zijn altijd geneigd. Die kinderen op school, als je tenminste een beetje leergierige kinderen hebt, die willen een 10 halen. En dan moet ik u teleurstellen op deze school, daar gaat het om nullen. En die kan God nou vervullen, zeg. Ben je al een nul geworden? Ah, die kan de Heere vervullen. Wat een voorrecht met zijn heil. Dat is verzoeningsheil, vredegevend heil, gemeenschap beoefenend heil, overwinnend heil. Vredegevend heil, dat is het heil door hem verworven, in het volbracht door de koning. En dan is het ook dat heil wat met een drie-enig God verzoent. Mag u daarna staan, prediker, zei er pas iemand. Ik vind dat u zo hoog klimt. Ik zei, wat bedoel je eigenlijk? Nou ja, als je toch maar wat van dat heil, als je toch maar weet dat je bekeerd bent. Als je maar weet dat je op de smalle weg bent. Ik zeg, wat dan? Nou ja, je beleeft toch allemaal niet evenveel? Ik zeg, dan kon u wel eens een uilgelauw wezen. Waarom? Wat zeg je me nou? Ja, want de wereldse godsdienst in de kerken, die zegt met hoe weinig kan ik het doen. Maar een oprecht bekommerd mens voor God in de schuld, die zegt, ik moet alles hebben. En wie moet je dan hebben?
Och, dat ik de koning ken, in zijn schoonheid. Dat ik zijn vader ken, dat mag je vandaag helemaal niet meer zeggen in je preek. Vader kennen? Ja, we zijn toch uit een drieënig God gevallen. Wat is nou het heil? Dat is met een drieënig God verzoend en eerder ben ik niet tevreden dan. Als het goed ligt, mag u ook niet tevreden zijn, volk. Och, dat ik betuigen mag, hij is de mijne. Je kan wel van de koning gehoord hebben vanmiddag en een beetje gezien. Dat de sluiers van je ogen zijn gevallen door de zalfolie van de geest. Wat dat betreft zitten we ook midden in de energiecrisis, hoor. En we zijn wel wat bezorgd in de kerk vandaag, ook in de Gergen. Energiecrisis. Gaf God nog wat van die olie des geestes. Dan werden er ook van die kindertjes de ogen gezalfd. Harten geopend. Kwam er plaats voor de koning en zijn heil. Kwam er plaats voor het onmogelijke. In de aanvaarding des geloofs. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de koning. Ja, de koning is zeer verheugd over uw heil. Zie je dat de koning, dat Christus het heil verworven heeft, maar dat hij ook de toepasser is. En in wiens naam is hij dan de toepasser? In de naam des vaders. Ja, want het staat er. Hij is zeer verheugd over uw heil. Dus dat wil zeggen, de vader op grond van recht gaat er plaats maken voor dat heil. En de heilige geest uit het mijne nemen, dat zegt de koning, die zal het u bekend maken. Dus het is een werk van een drieënig God. Niet alleen verwerving, maar ook de toepassing. Dat is even uit genade zalig worden. Dat is even verstaan door het geloof. De vrijmacht Gods als een bedelaar aan de poort. Hè? Want je moet er aan de poort maar ziel van de koning blijven liggen. God hou je er. Anders klim je over de poort of over de muren. Maar om nou de grootste genade aan de poort van de koning. En daar dat heil van de koning te verwachten. En de gunsten Gods te mogen smaken. Dat is kostelijk zeg. Hij is zeer verheugd. Nou dan ben ik met God verheugd. U ook? Waarom? Want nou komt er weer zo'n strikvraag misschien hoor. Verheugd. Wie zijn er nou verheugd? Ja, de vader is verheugd. De koning is verheugd. Christus. De heilige geest verheugt zich dat hij er plaats voor mag maken. En het toepassen aan dat hartje. En wie is er nog meer verheugd? Nou, je begrijpt toch zeker wel dat die ziel dan ook verheugd is. Waarom verheugd? Dat heil toegepast. Dat die vergeving gesmaakt wordt. Dat die schuld verzoend is. Dat die vrede op grond van recht ervaren wordt. Ach, dat is toch niet in de eerste plaats. Gaat toch niet om de mens? Waarom wordt er heil uitgedeeld? Omdat God aan ze neerkomt. Met uitsluiting van alle mensenwerk hoor. 72, ga hem een beetje mee, kerk. Zijn naam moet de eeuwige Heer ontvangen. Wij zijn verheugd om de Heere God. Al moesten voor eeuwen op buiten de poort blijven. Wij zijn verheugd om de eer des konings. En we verheugen zich over de Heilige Geest. Nou zegt de Heere dan met eerbied. En dan gaan we eerst een versje zingen. Dan zegt de Heere, dan mag je daar ook in delen. Want dan zijn wij met u verblijd en zingen aan u gewijd van des Heren wezen. Zouden we het eens aanheffen? Het is niet zo lang. Het is maar een half versje. Waar liefde woont, dat is bij de koning. Gebied de koning de zegen. Daar woont die koning zelf. Daar wordt dat heil verkregen, daar heb je het al. En daar zit een leven aan vast tot in alle eeuwigheid, liefde. 133 vers 3.
hem verworven heil verkregen. Hij heeft goed meegezongen. Ach mens, er staat niet het heil gestolen. Er staat niet dat heil genomen. Je moet zo'n kreupele Sioniter aan de poort eens gaan vragen over nemen, over grijpen. Moet je eens vragen aan zo'n bekommerd mens. Ik bedoel nou een zuiver hoor, een echte. Afstand, onmogelijk. Niet waardig. Maar we zongen van verkregen, om niet. Koning verworven. De vader zegt deel maar uit. Dan verheugt hij zich in een drie-ene God. Vanwege verworven en toegepast heil. Waar natuurlijk in de brede zin nogal wat van te zeggen viel. We willen ons nu beperken verder bij de wens van de koning. Gij hebt hem zijn harte wens, je kan het op de voet volgen. Gij hebt hem zijn harte wens gegeven. En de uitspraak zijn lippen hebt gij niet geweerd. Wat is nou de wens van deze koning, zijn harte wens? Ja, dat was dat vader verheerlijkt wordt. Ben niet gekomen, zegt hij, om gediend te worden. Maar die lieve koning Christus is gekomen om te dienen, zegt. Denk jij aan de voetwassing, lieve? Oh, daar zie ik hem in die gangen weer van zijn vernedering. En je hebt hem zijn wens gegeven. Wat was nou die koning zijn wens? Dat hij de deugd, ik zal je meenemen naar de eeuwigheid. Weer met dat o zonder begin. Stil eeuwigheid. Vader, o, ik kom. Vader, ik kom. Om uw wil te doen. Uw wet, die ge de stervelingen zet, is in mijn binnenst ingewand. Kom om uw welbehagen te doen. Wisten jullie dat, mensen? Volk, dat deze koning zijn verlangen was. In de stille eeuwigheid. Om vaders wil en wens te doen. Dat was zijn wens. Zou het dan vanmiddag ook mijn wens, uw wens niet mogen worden? Dan zou je toch niet anders als ze der wens verkrijgen. Dat God op het hoogst ook deze koning verheerlijkt wordt. En dat hij nog een plaats krijgt in het hart ook van die kinderen. Dat koning duivel vanmiddag in Middelburg er is uitgedreven bij die volwassenen. Bij die oude grijzaard daar van zowat 80. Die nog nooit anders dan heel zijn leven vorst der duisternis gediend heeft. Hoog tijd hoor. Ach, ging de koning eens rond met het zwaard aan zijn zijde. Dat blinkende zwaard. Kindertjes, reizigers naar de eeuwigheid. O, bedenk toch dat het leven in de dienst van de vorst der duisternis is een mager, arm, ellendig, dodelijk leven. Je komt er straks voor eeuwig mee om. Hoorders, ook thuisluisteraars, kies dan heden. Wil je nog langer Baal dienen? Of wil je een beetje godsdienst de God en de mammon dienen? Dat kan ook al niet, staat hier in de heilige kanon. Dat is ook al afgekeurd. Het is dan heden, zou Jozua zeggen. Het is de Heere God. En ik denk ook aan Elia om er haastig te zijn. Het is dan heden. O jeugd. En die keuze zal God in je hart moeten brengen. Je dood staat verhinderd om de prediking te aanvaarden. En je conscientie komen nog onder beslag. En dat de geest Gods ook in Middelburg, in die dorre doodsbeenderen, nog eens verwekken het leven. Gedenk ook aan Ezechiëls gezicht. In dat veld, dat is het veld van u en mijn leven. Dat is het veld van de dood. Dat is het veld van de vijandschap. Dat is het veld van de opstand. Dat is het veld van een jammer en tranendal. Ieder huis een geruis. Ieder hart zijn smart. Huwelijksproblemen, gezinsnoden. Vijandschap in de kerken. Afgunst in de maatschappij. Hoedanig is ons leven. Terwijl we in het paradijs die vorst zijn toegevallen. Nee, dan die vorst des levens. Die gevangen kan nemen ook vanmiddag. Ook nog van die kindertjes zoals jij. Ja, kind. Eerlijk waar.
Gods geest kan je oogjes openen, meisjes. Jongens, o ouderen van jaren, wat zou het groot zijn als die koning er vanmiddag nog eens ingreep, hè? Als die nog eens in eenvoudigheid een pijl schoot in het hart van des konings vijanden. Kan morgen te laat zijn. Nee, dat kan al om 3:15 te laat zijn. Wat zeg u? Ja, te laat. En wat dan? Ja, breng ze hier. Oh, dan is het fout hoor. Dan is het verloren zaak. Haast u. Breng ze hier. En wat dan? En sla ze van mijn voeten dood. Want ze hebben daar in Middelburg niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Kus de zoon. Eer dat hij toorne en God de weg vergaat. Weet toch, eens komt die koning. En dan zal die zich verheugen over je ondergang. Dan zal die zich verlusten over je eeuwige ondergang. Nu staat hij nog te wenken. Nu legt hij nog beslag misschien op je conscientie. Nu is het dat hij het toeroept. Wendt u nog naar mij toe. Nu laat hij je nog voorstellen. Wat koning het is. Een liefdevolle koning. Een genadige koning. Een wijze koning. Een langmoedige koning. Ik zie hem staan in Middelburg als voor de poorten van Jeruzalem. Die koning, ja. Ja, hoor ik jeugd, ouderen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een ennare kiekens. En gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Wil je zo doorgaan? Wat zal het voor u wezen? Als je vanmiddag werd opgeroepen en je moest voor de koning en de rechterstoelen verschijnen, die staan hier binnen. O, bedenk, heden nog, wat tot uw vrede zou mogen leiden. En dan denk ik, was jongen, net zo oud als dat meisje misschien wat daar zit, zeg maar pakweg een jaar of 9 of 10. Misschien heb ik het mis, kind, maar vooruit, ik rijd er maar even naar. En dan weet ik nog in de kerk, onder de oude wijlen, dominee Neerbos, hebben jullie ouderen nog wel gekend, de jeugd niet meer vanzelf, maar de ouderen enkele toch wel. Dan zei die altijd wel eens, ach, ik gun die koning duivel er geen een. Nou, mag ik dat even nazeggen, met de ziel van mijn hart en mijn hart op de ziel. Ik gun er, zegt hij, de duivel geen een, die koning. Maar ik zou ze allemaal, zegt hij, gunnen aan de koning der koningen. Nou bedoel ik met dat gunnen geen algemeenheid, dat er geen verordinering van de onderdanen van de koning is. Ik bedoel daar niet mee dat er geen uitverkiezing is. Wij bedoelen daar niet mee dat iedereen onderdaan, maar het ging uit de liefde van het hart van die oude man. O, dat kon hij zo uitstallen. De dienst van de koning. Ja, kinderen. Ja, ze begrijpen me niet. Het is wel jammer, hè. Ja, maar u verstaat mij ook niet daar, hoor. U bent al in de U verstaat... Nee, u bent 76. U verstaat mij ook niet. U thuis er aan die kerktelefoon niet. Als ik ga zeggen dat die koning zijn dienst een liefdedienst is. Heb mij nog nooit verdroten. Nee, dat versta je niet. Want je vindt de dienst van je koning nogal lief. Maar denk erom, hoor, je komt er voor eeuwig mee om. God geven. Het een plaatsje in je geweten tot bekering, hè? Echte ouwejaarse bekering. Dat is dan hetzelfde als wedergeboorte, hè? Van doodlevend, van blindziende. Van koning veranderen, maar ook van korps. Begrijpt u? Want die koning is nooit zonder onderdanen. Dan zou ik haast weer gaan zingen. Ja, nee, je niet inzetten. Gaan zingen van uw koninkrijk komen, o heren. Werp de troon van de duivel neer, ook in Middelburg, in Zeeland. Vergunne God, ook onder de jeugd. Ja, zijn harte wens gekregen. Dat is waar. Loon op zijn koningswerk. Of loon op zijn bedelaarswerk. Mag je ook stellen. Ware uwe, gij hebt mij de onderdanen gegeven. En ik geef ze ook weer aan de vader terug. Lief hè. Ach, volk. Mag eens een vraag doen. Wat is nou vanmiddag hier je harte wens? Dominee. Ja, praat maar. Zachtjes dan. Dat ik die koning kennen mocht. Ah, sta je ervoor?
Ja, dat is pijnlijk, hè. Maar je komt er een keer achter, als het van God is. Ja, maar hoe weet ik dat? Ik denk dat ik zelf begonnen ben. Dat ik zelf een soort onderdaan recruit geworden ben in dat koninkrijk. Ik ben me zo voorzichtig iets gaan begeven onder Gods kinderen. Ik ben voorzichtig iets wat gaan spreken. Dominee, ik ben al een keer aan het avondmaal geweest. En nou vandaag ga ik eraan twijfelen of God begonnen is of dat ik zelf begonnen ben. Zitten die er ook nog onder van die twijfelaars? Ja, daar ligt natuurlijk de sterkte niet in. Maar als je nooit getwijfeld hebt, zegt Comrie, dan heb je ook nog nooit geen kruimel geloof beoefend. Dus dat is de schande van het ongeloof, daar zou je ook de schade van moeten beleven, hè. Onthoud dit. Wat is je wens? Nog één keer, dan gaan we naar de derde gedachte. Wat is je wens? Ja, rijk worden, ja, dat wil de wereld ook. Voorspoedig en gezond zijn, dat wil iedereen. Dat is te begrijpen, we zoeken toch een verloren paradijs, daar zijn we allemaal aan bezig. Ja, we zoeken allemaal een heilstaat, dat begrijp je wel, daar is alles aan bezig. Daar is de uil mee voortgegaan en van acht die wandelt in zijn voetsporen, een heilstaat. Maar pas op hoor, het wordt hier nooit geen heilstaat, want de kerk krijgt er ook maar één. En dat is boven. Hier is het strijd. De oudjes zeiden welkom in de strijd en het blijft strijd. Maar de koning overwonnen zal ze ook doen overwinnen. In hem zijn ze meer dan overwinnaars. Wat is je wens? Zit er nog één onder? Die zachtjes van binnen fluistert. Prediker, ik wou dat ik die door u voorgestelde koning mocht kennen. En dat door u voorgestelde heil bij mij is werd toegepast. Dominee, ik heb het zo vreesachtig vandaag. O ja. O, ik lig meer onder je preek, er buiten dan er binnen. Ik heb wel eens gedacht, steeds dat ik wat had, maar dan vandaag kom ik aan de weet dat ik niks heb. O, prediker, je preekt me schoon uitgekleed. Je zet me er schoon buiten, nee, dat doe ik niet. Ik hoop dat God me bewaren, ja, ik zal wel wartaal spreken soms. Maar dat het tale Kanaans mag zijn erbij, dat hoop ik toch. En dat God het gaf te verstaan ook in Middelburg. Te verstaan. En in dat verstaan aan de weet komen dat de koning niet ken. Aan de weet komen dat daar buiten dat hij ligt. Dat wordt een begeerig land. Dat zijn die ik nou op het oog heb een ogenblik. O, die zielenwens. Die hartelijke begeerte. Dat zielsverlangen. Och, dat ik die koning Jezus ken. Dat Christus mijn heil en dat mijn wens vervuld werd. Ai, stil maar zieltje, de Heere weet van je wens, want het is zijn eigen werk. Gij zou die dan een lamp van uiterste donkerheid zijn? Zou die dan die wens niet doen verkrijgen op zijn tijd, dan preek ik nooit meer, dan ga ik er gelijk af. Hij die beloofd heeft, zou je wens doen verkrijgen. Oh, zo is dat toch een hartelijke wens, een gelovige wens, een liefdewens, want er is geen bekering zonder liefde, er is ook geen genade zonder liefde. Het is de Vader het liefste gekost dat die koning afraakte, de middelaar, en de spotter het vermantel droeg, om onzentwil, dat we anders de eeuwige dood met koning duivel moeten ondergaan. Levensheil, de wens verkrijgen, vreugd erover. Ik gun die zielen vanmiddag de wens te verkrijgen. En de Heere zal ook die wens vervullen gaan. Als zij hun wens verkrijgen, zegt die dichter. Wat is nou die wens vervuld? O, dat ik hem ken, die koning. Dat ik een onderdaan mocht wezen in waarheid. Dat een levend steentje mocht wezen in die koning zijn koninkrijk. Al was maar een klein zoortje. Verstaan je me nog wel, u wel, hè? Zo'n klein zoortje. Wat is dat voor een dingetje? Ja, dat is zo'n klein stukje. En waar zit dat? Ja, dat doe ik niet aan de voorgevel. Dat kan toch niet? Dat doe ik niet aan de zijgevel. Dat doe ik er ergens achter om de hoek. Zitten hier nog klein zoortjes aan de kerk in Middelburg? Klein zoortjes. Ach, kinderen, dat zijn een verachtelijk steentje misschien. Dat is geen aanzienlijk steentje. Zitten die hier nog van die steentjes in de kerk? Hè? Zo'n klein zoortje? Ik hoef niet vooraan te gaan.
Als ik dan maar in des konings koets mag meegaan, op de treedplank, nee, dan waai je eraf. Dan slinger je eraf. Maar die ziel der wens is in de koets van die meerdere Salomo, begrijp je? Daar is juist zo jaloers op dat bevestigde volk. Die mogen wel eens getuigenis geven van die meerdere Salomo en zijn koets. En dan in de koets, meerijden in de koets, in de stoet, als een heilstoet. Lieve, kostelijk, zitten er nog zielen die vrezen dat ze op de treeplank zitten. En dan ieder uur denken eraf te slingeren. Ieder uur in de rit afvallen. Ach, wat een vreze vervult dan dat hart. O ziel, daar gij uw wens mag verkrijgen. En het leven tot de uitspraak zijn de lip hebt gij niet geweerd. Dat is waar. Wat betekent dat? Dat gaat over het gebed. Het gebed. Maar heeft de vader dan ze geroep? Nee, want ik denk aan het allervolmaakste, onze vader. U wil geschieden. Ik ben weer even met u in de hof. Ja, niet mijn wil, zegt die koning daar. Nee, uw wil geschieden. Dus de vader kan, mag het met eerbied hoor. Je moet me misschien een klein beetje verdragen op een dag. Maar met eerbied is het hoor. Al lijkt het wel een beetje lomp en plomp, Galilees. Maar verdraag het dan eens een ogenblik. Het gaat over de praktijk. De praktiek, zou ze vroeger in Zeeland zeggen. Nou, misschien ook nog wel, hoop ik. Wat zeg je me nou? Ja, dan is het daar dus dat hij altijd heeft gevraagd overeenkomstig de wil zijn vader. Wanneer heb u voor het laatst gebeden uw wil geschieden? En in dat licht moet u het zien, de uitspraak zijn de lippen heb gij nooit geweerd. Mag ik het dan een beetje eenvoudiger zeggen, dan kan u me opvolgen. Ben hier en nog nooit het geschreven van de ellendige afgewin. Nog nooit in uw benauwdheid, als je tot God riep, heeft hij de hemel voor je toegedaan. Als je overeenkomstig het allervolmaakste gebed, het zij in tijdelijke, het zij in geestelijke nooddruft, in je binnenkamertje, ga ik maar weer naar vanmorgen naar die verborgen plaatsjes, je noodgeschrei nooit afgewend, want je weet toch van gebedsverhoring. Dat je er vanmiddag aan alles twijfelt, dat kan ik niet helpen. Kan misschien ook nog een goede remedie zijn. Om je weer bij het begin te laten beginnen, volk. Maar nog nooit je gebed gehoor ontzegd, hoor. Waarom niet? Omdat de vader het nog nooit. Ook hier op aarde, en nu is die voorspraak in de hemel. De uitspraak zijn er lippen geweerd. Zijn geroep gehoor ontzegd. Nooit. De vader kan van de zoon ja. En de zoon zijn bloed staat gerand voor verhoeding. En ze volmaakt de offerand in het heiligdom. En de heilige geest verzegelt dat door het geloof. Deze ellende geriep. En de Heere hoorde hem. Er zit hier weer twijfelaars. Ik voel het alweer door de Middelburg. Die zeggen, prediker, ik ken geen gebedsverhoring. Ik weet niet. Niet te bidden gelijk het behoort. Ach, dat u niet bidden kan is toch niet zo erg. Hij is de volmaakte voorbidder. Hij doet dat veraangename bij de vader. Al dat kreupelen, dat gestuntel hoor. Mag het een keer even? Hou je het vast. Dat je niet voor bidden kan houden. Petrus zit in de cel. De gemeente is aan het schreeuwen. Aan het roepen. Aan het bidden. En Peter staat aan de deur en Roosje komt en die vergeet nog de deur open te doen. En die vertelt het aan die bidsters en bidders in dat kamertje en zeggen dat bestaat niet. Dat heb ik straks dat schooltje van die nul hè. Een nul voor je gebed. Een nul voor je bidden. Een nul voor je roepen. Dat gaat hij vervullen hoor. Want Peter was er inderdaad. En op het noodgeschrei had hij wonderen gedaan. Maar ze konden het er niet voor houden, hè. Dat is lief, hè. Op die school, daar kan je het er niet voor houden, hè. Maar dat is nou net de geest, hè. Die geeft ook de uitspraak zijner lippen. Heb gij niet geweerd. Ziel, roep dan nog maar uit de diepte, hoor. En dan kan je het geen bidden noemen.
dan schreeuw je maar een beetje. En kan je niet meer schreeuwen, dan zucht je maar een beetje. En als je niet meer zuchten kan, blijf je maar liggen hoor. Want de voorspraak bij de Vader is toch aan het werk. Hij is het die in u werkt. Beiden het willen en werken als ze wel wagen. Er is geen zaliger plaatsje voor, broeder, dan uitgewerkt, uitgebid, omdat die man en deze koning alles doet. En dan hoef ik lekker met alle eerbied niets meer te doen. Laat u zaligen. Dat is een stuk. Alles uit hem, door hem en tot hem. Ja, ik voel dat u het er niet mee eens bent, want je wil in het leven blijven. En je wil door de werken der wet gezaligd worden, dan is er geen plaats voor de koning en zijn heil. Dan zult ge nooit uw wens verkrijgen. Maar als het zijn wens wordt, wordt het ook mijn wens. En dan zal u het verkrijgen. Want de uitspraak zijnde lippen, heb gij nooit geweerd. Gij hebt hem voorgekomen met zegeningen van het goede op zijn hoofd. Dat is waar. O ja, de Farizeeën hebben er een kroon op gezet. Op zijn hoofd. We gaan even naar de omwandeling op aarde van de middelaar. Hè? Ja hoor, een kroon hoor, Hosanna. Het heeft niet lang geduurd. En de palmtakken en de kronen veranderden in een doornenkroon. Waarom? Ja, het ging niet naar de wens. Hè. Zij hadden de wens willen verkrijgen, dat is van de Romeinen af, en geen belasting meer betalen. En onder dat knellende juk vandaan, ja dat gaat allemaal over tijdelijke dingen. Maar we hebben toch in het Onze Vader niet alleen over dagelijks brood staan. Er staat toch ook nog wat anders, dacht ik. Ja? Oh. Ja, dat is ook wat. Een kroon, de doornenkroon. En moeten die onderdanen van die koning dan altijd met een doornenkroon hier lopen? Ja. Het spijt me dat ik het u zeggen moet, maar aan de andere kant is het toch de gulheid van mijn hart hoor, om je erop voor te bereiden, kerk. De kroon, nee, aan het eind van de loopbaan, aan het eind van de reis. Welke kroon? Ja, de kroon der heerlijkheid, waarmee de zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, want we zijn nog niet op de dag van de bruiloft. Des lands? Nee. Hier is het land der rusten niet. Zoek de dingen die boven zijn, wat wou je? Stel je voor dat hier wat kronen gingen uitdelen op de kerk verhoofd zetten. Dan kwamen ze nooit in de Vrijstad. Hé? Nee, dan verlangden ze nooit om hier uit het lichaam der zonde en der dood verloren. Wat wil u? Nee, doornenkronen. En de ene zwaar, de andere licht. Ik heb het dan over kruisdragen, weet je? Gij zult, ja, daar zong die oude dat een hier vroeger in Zeeland. Mijn kruis eindigen hier. Heere goedertier, hè? Maar dat is straks. Hier is het. Zegeningen van het goede. In het kruis dragen. En dan zie ik die moeder weer zitten in mijn gedachten. Op die begrafenis. Tussen die twee kisten. Twee kisten. Wat lag er in die kisten, kinderen? Twee kinderen. Van die moeder. Ja, van die moeder. Maar ook van die man, die vader. Maar die vader zat niet tussen de kisten. Die liep op standig door de keuken. Die was moedeloos van wanhoop. Erg genoeg. Ik heb nooit geen kind verloren. Dus ik praat er maar over. Er zitten hier mensen voor me. Thuis zit er een aan de kerktelefoon. Die kunnen er beter over praten uit de praktijk. Ik kan dat niet. Maar ik haal het even aan. Tot bemoediging en vertroosting. Voor Gods kinderen. Ook in Middelburg. Wat ging die vrouw doen? Ja, die zat te zingen. Te zingen. En net voor de begrafenis van twee kinderen. Ja, te zingen. Waarvan te zingen? Ja, van heil. Van wat hier in de tekst. Daarom dacht ik er ineens weer even aan. Komt ze voor met zegeningen? Ja, maar het is toch geen zegen als God je twee kinderen afneemt. Ik ga toch niet over het goede spreken. Als God mijn man wegneemt. Als God vannacht daar in Heusden mevrouw wegnam. Dan ga ik toch niet zeggen dat zijn zegeningen van het goede. Ja, dat heeft hij nou voor zijn volk. Ik sprak toch in de derde gedachte over het volk van de koning. Zegeningen van goede. Ja, en die vrouw ging daarvan zingen. En toen kwam de dominee binnen.
begrafenis te leiden. Ja, die man was verstomd al onderweg. En toen die binnenkwam werd het nog erger. Want wat hij toen hoorde, de vrome tent weer galmen tussen twee kisten. Kan toch niet, kinderen? Ouders, dat kan toch niet? Ja, dat kan, omdat de koning zegeviert. Omdat het heil beleefd werd. De eenswillendheid als een kind aan de borst van de moeder beleefd. In het geloof. Eerlijk, ja. Zingen. Zegeningen van het goede. Wil ik er Job bij halen? Job. Al de kinderen kwijt. Duizenden schapen kwijt. En een vrouw die niet meer bij hem wil liggen. Die zijn adem niet kan ruiken. Alles tegen Job, maar zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? En Job ging ook van de zegeningen van het goede. Juist in de weg van de doornenkroon. In de weg van de ontnemingen. In de weg van de verliezen. In de weg van de strijd. Ging die zingen van de zegeningen van het goede. Hoe? Ja, hij zegt het. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloof. En in dit alles zondigde Job niet. Is toch ook een stuk? Nee, gemeente, dat kunnen we niet van ons eigen. Vloeken, ja, dat hoef ik ook niet te leren in tegenheden, want daar ben ik bij geboren. Opstandig zijn dat hij meegebracht uit de baarmoeder. Dat hoeven we hier niet te leren op school. Vijandschap, dat heb ik ook meegebracht. En met God niet eens wezen, heb ik ook meegebracht. U ook. Ben u er al achter? Ben u eraan ontdekt? Heb u het ingeleefd met smart, met schade en schande? Moet het geleerd, o God, het goede te doen vind ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat murmureren, joh. Ook in de weg van tegenheden, u maakt ook een weg mee. God, vergunnen vanmiddag er wat van te verstaan. Hij komt juist voor die lievelingen. Die kastijdt hij met zegeningen van het goede. En dat is zo tegenstrijdig, want als we over zegeningen lezen, dan denk ik niet aan de vloek. En als ik over het goede hier lees, dan denk ik niet over het slechte. En dan wordt door Gods genade het slechte net goed. En wat een zegen leek, wordt misschien voor de wereld een vloek. En wat voor de kerk, dat arme volk van God, in een drukweg voor vloeken lijkt, dat zijn nou net de zegeningen van het goede. Wie het vatten kan, die vatten het. Ja, en wat betuigt hij dan hier nog meer? Ik haast me om wat aan de tijd te denken. Zegeningen van het goede. En gezet een kroon op zijn hoofd van fijn goud. Leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven, dat is waar. Denk maar aan de opstanding van de koning. Vorst Emmanuel Christus. Zijn verrijzen is uit het graf. Dood verslonden tot overwinning. Het leven, o leven de koning en leven de onderdanen. Al is het meer overgegeven in de dood in ons leven. In hem, zegt hij. O, een kroon van fijn goud is hem nu gegeven. Nee, geen doornenkroon meer hoor. Nee, kerk, straks krijgen we geen doornenkronen meer. Dat is voor hier. Dat houdt hier vol. Maar dan straks is het over. Dan krijg je de kroon van fijn goud. O, meer waard dan fijnste goud op aard. Niets kan haar glans van die kroon van de overwinning aan het einde van de loopbaan al zo wegnemen. Want de Heer heeft het beloofd. Hij zegt het leven gegeven. Dat had hij van u begeerd. En de Vader heeft hem het leven weer gegeven. En in hem krijgt de kerk het leven. Hij zegt ook lengte van dagen. Ach, ik denk weer aan dat woordje o, hè. Zonder begin, dus het worden van de eeuwigheid uit een eeuwigheidskerk. Lieve, o Heere, wanneer zult ge mijn kruis eindigen hier? Heere, goede tier, wanneer zullen we de eerkroon dragen? Door u, o koning alleen, om het eeuwige welbehagen. Lengte van dagen, het is waar, Stefanus is nooit gestorven, maar ontslapen
Omdat hij de koning zag staan aan de rechterhand des vaders. Hij heeft er ook wel eens zien staan. Want staan wijst op de overwinningskracht van deze koningen. Op de almacht. Zijn zitten bewijst de vrede. En dan zag Stefanus hem staan. En dan is Stefanus thuis gehaald. Van onder de puinbrokken vandaan is hij niet gestorven, kerken gods. Nee, kindertjes in Middelburg. Nee, volwassenen. Dat volk is lengte vandaag beloofd. Ja, eeuwig en altoos. En David zegt, Heere, maak me bekend mijn einde. Want dat maakt het begin weer uit, hè. Dat is weer in verband met deze tekst. Lengte vandaag, eeuwig en altoos. Ja, hoe lang denkt u dan nog te leven? Lengte vandaag. Oh, dat hebben ze met je verjaardag toegewend. Pak me een beetje op, hoor. Bij ons ook pas nog 19 jaar, die jongen. En op zijn verjaardag was het nog, nou, nog vele jaren. Hè? Dat kennen we wel, die mooie uitspraak zonder indruk. Terwijl we weten dat we mensen van een dag zijn, dat ik sta hier te sterven en u zit te sterven. Waar u nog praat over vele jaren. Ja, dominee, maar dat gaat ook weer over die wensen. Ach, mens, wees maar voorzichtig. Maak me bekend mijn einde, dat is een betere wens. Maak me bekend mijn einde, dat weten welke de maat van mijn dagen is. Die jongen, ja, die leeft niet meer, die staat er op begraven, bloedziekte. Ja, maar dat is niet van gestorven. Ik sterf niet van bloedziekte, van de kanker, nee. Ook niet van een hartinfarct. Dat is allemaal maar bijkomende dingen, hoe ernstig dat ze ook zijn. Maar waarom sterf ik dan? Nou, dat staat in je Bijbel, weet je dat dan niet? Nee, ik zie het aan je gezicht, je weet het geen eens. Wat staat er dan? De bezoldiging van de zonde. Dat is de dood. Is dat? Als je daarvan eet en een andere koning wil dienen, dan is het de dood. En de dood is iets verschrikkelijks. Is dat afscheid nemen van uw vrouw, van uw man, van uw kind? Heb je ook al kleinkinderen? Afscheid nemen, dat zal wat worden. Als je er nog de tijd voor krijgt. Vader Jacob wel. Maar ja, iedereen krijgt je sterfbed. Kan zo opgeraapt. De bij ligt al reed aan de wortel van de boom. En alle boom die in de koning geen vrucht draagt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Haast u, spoed u, de geest twiste met u. En de dwaasheid der prediking zij gezegend onder u. Ook in die kinderen der hartje. En Gods kerk heeft misschien meer klappen gehad dan troost. Jij kan het ook niet helpen. God geef het. Na veel smarten. Ja, dat is de wens ook van uw hart, dacht ik. Dan vallen de vertroostingen, Sion. Hier een weinig. Opdat je niet bezwijken op de weg als recruit bij de koning. In zijn dienst. En met de wapenrusting uit het tankhuis. Lees maar in de brief aan de Efeziërs. Maar daartoe ook genadig. Straks. Lengte vandaag. Eeuwiglijk, het is een eeuwigheidsonderdaan, omdat de koning leven. Nou, dan roep ik uit tot besluit, leven de koning. En dan is dat ook ons leven. Bij deze dingen leef ik. En is het leven mijn geestes. U ook? Amen. Lieve Heren, wil u het zondige en dwaze tot schuld maken, dan kunnen we er ook niet overheen kruipen. En dan roepen we het bloed der verzoening in. Reinig mij, was mij geheel en al. Laat het nog uitwerking, doorwerking, inwerking hebben, lieve heren, door uw geest. Er zitten hier zoveel onderdanen van vorst der duisternis. Ook van die kinderen en volwassenen, van die oude mensen. Van die thuishoorders. Dat zijn nog onderdanen met een verdrag met de dood van de koning duivel. Wil u die vaten eens ontroven, alsjeblieft. O lieve koning der koningen, heren der heren, het is toch op uw dijen geschreven. En u zijt almachtig, grijpt er nog eens een. Haalt er nog eens in dat koninkrijk der genade. Op die smalle weg door die enge poort. Maakt nog recruten en onderdanen van uw koninkrijk, ook in Middelburg. Misschien komen die mensen wel van elders. Gedenk, verzoen het mijne, kroon het uwe. En doe straks de eerkroon dragen, door u. Aan het einde van de loopbaan, aan het eind van de strijd, door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. En dan zullen zij der wens verkrijgen. En het leven in lengte vandaag en eeuwigheid. Amen.
Wij sluiten met 30, daarna ervan organiseert het 8e vers. Thank you.